Yo, konijntjes! Wauw! Dit is lang geleden. Ik weet het, het spijt me heel erg. Zoals je kan zien, ik heb een hemd aan. Ik ben niet echt iemand die snel een hemd aantrekt, want ik had vandaag een heel belangrijke presentatie. Gaat mijn dag af natuurlijk. Als een baas natuurlijk. En nou jongens en meisjes, het is een tijdje geleden natuurlijk. Gewoon puur feit. Ik had mijn toetsen, ik had allerlei dingen die gewoon veel belangrijker waren eigenlijk dan YouTube. Weet je, YouTube is voor mij nog altijd een hobby. En ik vind het heel leuk om filmpjes te maken hoor, daar niet van. Maar weet je, het blijft een hobby en school komt eerst. En dat is nu klaar. Ik heb nu een weekje vakantie natuurlijk, zoals de meeste van jullie hebben nu ook mijn vakantie. En ja, vandaag ga ik eigenlijk iets heel leuks doen. Mijn zusje doet eindelijk samen dit jaar. En ik mag haar dus naar het gala rijden. En jullie gaan dus mee. En zometeen ga ik nog even met Enzo opnemen. En jongens en meisjes, ik ga nu even Potje League spelen, daar heb ik wel zin in. Maar nee, ik ben blij. Ik heb alles gehaald. Misschien één dingetje niet. En ik denk dat ik niet mag klagen. En ja, ook super vet natuurlijk dat bijna 20.000 abonnees hebben. Dat is zo raar eigenlijk om te... Het gaat zo snel, 15 november begon ik. En het is nu 24 april. Het is dus bijna 5 maanden, bijna een half jaar en ik zit nu op 20.000 abonnees. En dat is echt super vet. Natuurlijk een dik shout-out naar David, dus David Games natuurlijk. Enzo zeker weten, Enzo Knol. Enzo Calvin. Oh. En ja, gewoon iedereen die geholpen heeft. En jij natuurlijk, weet je. Als jij niet kijkt, wat heeft het over zin om filmpjes te maken, weet je. Dus jij ook super bedankt. En ja, ik hoop gewoon dat ik jou ook zie op de YouTube Gathering. En dat brengen we bij het volgende onderwerp. De YouTube Gathering natuurlijk. Ik heb er super veel zin in. 24 mei, de expo in Houten. En hopelijk ben jij daar ook bij. Nou, ik ben er in ieder geval zeker bij. Enzo, die is zoveel wedstrijd. Kijk even op www.dgriekseitg.nl. Kun je zien wie er allemaal komt, welke YouTubers en zo soort dingen. En ik wil weten, kom je ook? Laat hier beneden een reactie achter. En vind je dit nu al een hele leuke vlog? Zou ik zeggen, laat nu alvast even een duimpje omhoog. En ja, ik ga nu even mijn ding doen. Ik ga je zo meteen uitspreken als ik waarschijnlijk de auto zit. Ik ga je de auto laten zien. Dat is onze andere auto. Je hebt toen natuurlijk alleen mijn rode Ferrari gezien. Nee, maar we hebben ook nog een andere auto. Daar ga ik mijn zusje dus in de weg brengen. En ik vind het echt heel, heel cool eigenlijk. Want toen ik mijn gala had, ging ik in een tractor. En er was gewoon niemand bij. Want ja, precies die periode, precies toen ik mijn gala had, was er wel iets heftigs gebeurd. En toen had ik ook mijn eindexamen en zo. Dat vond ik best wel heftig. Maar weet je, dat vind ik niet dat het in een vlog thuis. Weet je, ik ben blij, ik heb 8,5 graden voor een presentatie. Ik ga leuke dingen doen vandaag. En hopelijk ga je het ook heel leuk vinden. En dan zeg ik voor nu... Loopje power! Nou, ik heb een paar leuke potjes League of Legends gespeeld op mijn noob account. Ik ben nu bezig met een nieuw account voor level... Ja, level 1, zeg maar. Om naar level 30 te worden. Het heet Smurf, dus ik ben eigenlijk gewoon een Smurf. En nu ga ik dus met Enzo opnemen. Enzo die was net naar het ziekenhuis geweest. Is het goed gegaan, Enzo? Duimpje omhoog of niet? Ja, Enzo zegt dat het goed is gegaan. En hij heeft ook zijn webcam aan natuurlijk. Want Enzo en ik zijn hartstikke verliefd op elkaar. Dat we altijd naar elkaar moeten kijken. Dus hier heb je een hele mooie shot van Enzo. Wat is dat, een boterham of zo? Nou, ik ga nu even met Enzo snel opnemen. Want jongens en meisjes, het wordt aan je laat. Dadelijk alles. Oké, ik heb dus nu opgenomen met Enzo en ik ga nu heel snel... Nou, dit is echt het kutste gedeelte van alles. Ik ga een stropdas maken en dat is zo kut, jongens. Dat is echt super kut. Ik ga mijn camera hier neerzetten. Zo kun je me vast nog wel zien. En wat ik dan altijd doe, ik zoek altijd op hoe ik mijn stropdas moet knopen. Dat ga ik nu ook doen, want dit is een hele speciale manier. Ik ga dit ook even dichtmaken, want anders zie je mijn borsthaar. Dat willen we ook niet. Kut! hij is veel te lang! Oh nee, wacht, ik heb de verkeerde voor me. Deze moest ik hebben. Oké, opnieuw, nog één keer. Dude, wat ben ik aan het doen? Ik moet het er helemaal fout aan doen. Oh, wow! I did it! En dan? Als een man, als een baas. En dan zet je hem, zeg maar... Hij is veel te lang. Maar hij maakt niet uit, we hebben goede zin, we gaan het gewoon doen. Zo. En dan... Oh mijn god, hij is echt veel te lang. Maar goed, je snapt het wel. Ik ga snel mijn das goed doen en dan gaan we naar de auto toe. Dus tot zo. Zo, ik heb me heel even moeten haasten, maar eindelijk is het wel gelukt. En dit is de auto waar ik dus in rij. Voor nu is het de auto van mijn moeder, dus ik moet heel voorzichtig zijn. Anyways, mijn zusje staat daar ook nog daarachter. Ik weet niet of je dat kunt zien, maar ze staat daar dus helemaal. En het is haar gala dus. Ik heb het van mij 2 jaar geleden. 3 jaar geleden al? Oh my god, en ik heb mezelf heel netjes gemaakt. Het is gelukt, stropdas. Ik heb het wel 5 keer opnieuw moeten doen, maar het is eigenlijk wel gelukt. Ik ga misschien zo meteen nog mijn vader ophalen. Hij is ook niet zeker of die kon. En dan gaan we samen mijn zusje rijden. Talp! Zo heet mijn zusje natuurlijk. Vind je het een beetje spannend? Ja, je bent ineens groter, maar het is normaal heel klein. Ik heb maar cheater. Maar, zin in? Ja. Hopelijk maar 1 keer, hè? Ja, ik hoop het. Anyways, ik ga eventjes naar binnen, want ik ben nu veel te vroeg. Echt, als ik me haast, dan ben ik veel te vroeg. En als ik gewoon scheid heb, dan ben ik meestal 1/2 uur te laat. Dus jongens en meisjes, ik ga ook even wat foto's maken van mijn zusje natuurlijk. Omdat ja, het is haar speciaal moment. En ik vind het eigenlijk heel fijn, omdat ik daar ook gewoon deel uit kan maken, weet je. Het is iets wat je niet vaak mee gaat maken, tenminste als persoon. Dus het is iets heel speciaals. En ik ben blij dat ik daar een deel uit van mag zijn. En dan vraag ik me af,
Waar ben jij blij dat je deel uit van mocht maken? Is het misschien een kampioen worden met voetbal? Is het misschien zoiets? Denk over na. Laat het hier beneden in de reactie. Want ik ben echt heel nieuwsgierig waar jij heel trots op bent. Nou, het is ondertussen een halve fotoshoot aan het worden. En deze kiezen staan achter mij. Alle foto's gemaakt. Natuurlijk ben ik weer iemand die geen foto's maakt, want ik heb een camera. Daar kun je ook foto's mee maken, maar dat maakt niet uit. Maar volgens mij hebben ze allemaal wel zin in. En ze staan heel mooi geposeerd. Kijk. Oh, dit is zo awkward. Oh my god. Oh, jongens. Nee, maar ik kan mezelf nog wel in hoe mijn gala was. Ik zat in de achterklep van een tractor. Ja, ik bedoel maar. En mensen gaat gewoon in een Mercedes. Dus ik bedoel maar. Ga nu ook nog flikken en drinken natuurlijk. Want je gala, dat kun je nooit vergeten. Dus daarom moet je zoveel mogelijk alcohol naar binnen gieten, zodat je het toch al vergeet. Oké, wauw. Na talloze foto's is nu misschien denk ik wel tijd om te gaan. Weet je jammer dat het regent? Dat is echt super zonde. Het is vandaag de hele tijd mooi weer geweest. En nu, uitgerekend nu, gaat het regenen. Wij gaan dus zo. Weet je jammer, want de auto is heel mooi gepoetst en is nu alweer ondergeregend. Maar hey, ik kan niet alles mee hebben. Oké, wauw. Ik zag gewoon echt wel 3 kwartier hier te wachten. Inderdaad, en nog fucking lang ook. Super mensen wel ook nog achter mij. En ook heel veel mensen ervoor. Dit gaat echt heel lang duren. Ik denk gewoon, het meeste wat ik heb gedaan is dat ik gewoon alleen maar in de auto heb gezeten en niet eens kunnen rijden. Beetje jammer. Maar hey, we wachten gewoon en we zien wel wat er vandaan komt. Ik moet zeggen, er zijn wel heel wat aparte auto's. Ik zet hier ook gewoon een motor en gewoon, je kan alvast horen. En zoals achter mij staat ook een heel raar busje. En hier voor mij, en het is echt heel vaag. Ik snap echt niet wat ze van plan zijn. Want ja, als je daar met de jurk op moet, kun je zo'n beetje alles zien. Het is een fucking jetski. Maar ja, geen idee hoe ze erop gezet. Ik zie het zo meteen wel. En nu moet ik gewoon nog heel lang wachten. Zwaar leven. Maar hey, positief blijven toch? Yo mensen, ik ben eindelijk weer thuis. Ik heb eindelijk het comfortabel zou kunnen doen. Want damn, ik heb echt gewoon een halve dag in een pak rondgerend. En geloof me, het is niet echt chill. Ik heb mijn stage wel heel lang gedaan. Ik had mijn zusje had dus uit de auto geflikkerd. Nee, ik heb er niet uitgehaald. Ze werd eruit gehaald door. Weet je van die mannetjes die de deur. Hoe heet dit ding ook weer? Hoe heet die mannetjes die de deur openmaken voor je? Ja, wacht, ik ga even kijken of je Enzo kan horen. Want ik ben nu ook even met Enzo aan het bellen. Want Enzo en ik hebben wilde plannen vanavond. Ik weet niet of je het kan horen, maar hij is in ieder geval wel. Oh mijn god, hij zet ook nog zijn webcam aan, jongens. Oh, dat wil je niet zien, man. Anyways, ik ga weer met Enzo opnemen. Weet je het gebruikelijke? Het is nu 11:15. Dus ik moet nog met Enzo opnemen. En dan moet ik nog deze vlog gaan editen. Wauw, wat ik allemaal voor jullie over heb, hè. Denk nou gewoon eventjes na wat ik allemaal voor jullie over heb. Ik ben een soort vader voor jou, die alles voor je over heeft. Je bent mijn zoon, mijn dochter, maakt niet uit. Ook bij jou, Nick. Maakt niet uit. Ik ben je vader. Who's your daddy? Precies, ik ben je daddy. Wat lach je me uit, Enzo? You can suck my dick, daddy. Als dat geen gay opmerking is, weet ik het ook niet meer. Hashtag gay Enzo! Anyways, jongens en meisjes, ik ga mijn ding doen. En Enzo gaat ook zijn ding doen. En daarna gaan we samen ons ding doen. Ja. Oké, wauw. Ik denk, ik ga eventjes met Enzo opnemen. Ik denk, we zijn pas 20 minuten bezig. Zijn we fucking 1,5 uur bezig. Het is echt ongelooflijk. Altijd als ik met Enzo neem. Oké, wauw. Dat klonk zo fout, dat ik nu even een paar keer ga herhalen. Nee. Voor de duidelijkheid, het is niet wat je denkt. Lijkt wel alsof het... Jezus Christus, wat heb jij een behaarde reet, man? Oké, nu begin ik toch wel een beetje aan mezelf te twijfelen. Wauw! Oh my god. Yo, mijn naam is Enzo Knol. Ik maak filmpjes voor de lol. Daarnaast ben ik ook een rapper? Maar inderdaad, maar een rapper als hobby. Jongen, ik doe dit zo vaak. En ik doe dit in mijn koffie. Ik weet nu even niks. Ik heb geen inspiratie. Maar ik schrijf wel in je koffie. Nou, thanks Enzo voor je rap anyways. Maar goed jongens, ik heb weer een dagje erop zitten. Ik weet, ik ben heel laat begonnen. En Enzo gaat beatboxen. Nou, dat klinkt toch nergens naar. Anyways jongens, zoals ik al zei, ik heb mijn dagje weer erop zitten. Ik weet niet eigenlijk of het een lange vlog is, omdat ik ben eigenlijk pas om 3 uur begonnen. Omdat ik die presentatie had vanmorgen. En ik ben nog steeds fucking blij dat ik een 8,5 heb. Ik ben er gewoon ervan af, weet je. Soms is het gewoon heel chill als je ergens, zeg maar, gespannen voor bent dan. En je het dan ervoor af bent. Dat had ik, zeg maar, ook toen ik mijn rijbewijs ging halen. Toen ik op was en ik was klaar en ik hoorde ik geslagen was. Echt, er gaat zoveel van je af, echt. Dat is zo blij ben je dan. En dat is echt gewoon het ultieme gevoel voor mij. En zo ook vandaag voor de presentatie. Ik was best wel nerveus toen ik daar was. En op een gegeven moment werd ik wel wat rustiger. En ik ging gewoon lekker. Ik ging gewoon heel goed. Het leek wel alsof God mij gewoon hielp. Om maar even terug
naar de Jehovah getuigen gegaan van de vorige vlog natuurlijk. Maar natuurlijk heb ik het niet alleen gedaan. Ik heb het samen met mijn groep gedaan. Mijn pedactgroepje, daar ben ik ook super blij mee geweest. En goed, weet je, school, het hoort erbij. Weet je, soms heb ik ook wel eens van die ochtend waar ik denk van, fuck it, ik blijf liggen. Fuck it allemaal, ik blijf gewoon liggen. Waar ik ook heel goed in ben. En dat is dan 's ochtends. Ik doe altijd op mijn telefoon en ik ben wakker. Is niet altijd het slimste idee. Want ik zit wel eens soms wel wat laat op mijn telefoon, om eerlijk te zijn. Ik heb zeg maar, dan gaat mijn wekker, dan zet ik hem uit. Dan ben ik zo behendig, want ik heb echt een code op mijn telefoon, dat wil je niet weten. Ik zal het ooit eens een keertje laten zien. En wat ik dan doe, dan zet ik mijn klok meestal 10 minuten later de wekker, soms 20 minuten. En soms maar voor 5 minuten, hè. Dan denk je, 5 minuten, waar gaat het over? Maar goed, zo ver ga ik dan om gewoon die extra 5 minuten in bed te kunnen blijven. Want het is echt heel lekker als je wakker wordt. Lekker warm in bed. Oh, heerlijk. Er is nog één dingetje wat ik kwijt wil. Je zult vast wel merken dat ik geen dagelijkse uploader ben. Want de afgelopen periode heb ik gewoon zoveel nieuwe abonnees erbij gehad. Ik heb van vlog ook verteld dat ik gewoon, you know, wel super dankbaar ben voor alles. Maar ik wil even duidelijk maken, ik ben niet iemand die zeg maar elke dag uploadt. En dat kan gewoon niet puur omdat ik heb school, ik heb een leven. Oh, waarom lach ik hierom? Mijn leven is een lachertje. Nee. Maar goed, ik doe het dus zeg maar 2 keer per week op dinsdag en op vrijdag om 4 uur. Omdat ik zeg maar, ik wil wel elke week op dezelfde tijd, dezelfde dag een video hebben. En voor mij is het dus gewoon niet mogelijk om elke dag te uploaden. Ik zou het heel graag willen. En om dat zeg maar te compenseren, met een heel mooi woord, die horen nog heel vaak livestreamen. En je kan me ook volgen op livestream, dat is twitch.tv/Corijn. En daar speel ik League of Legends, soms Minecraft, soms doet Enzo ook nog mee. Toch Enzo? En nu ga ik er echt vandoor, want zo wordt de vlog wel heel erg lang eigenlijk. Terwijl ik dacht dat het niet zo lang zou zijn, maar wel best wel kort. Maar had ik dat gewoon eens in zijn. En zo weer nog het kwijt? Wat is het toch een sukkel?